ben begonnen toen ik 14 was. 14 jaar oud. En mijn vader en moeder speelden eigenlijk altijd al piano. En mijn vader hield altijd al een beetje van dancemuziek. En ik denk dat dat wel invloed op me heeft gehad. En toen ben ik met oude speakers van hem aan de slag gegaan. En een versterker en een laptopje. Sloeg allemaal nog niet echt ergens op. En zo begon het eigenlijk. Toen ben ik mijn eigen DJ-set gaan kopen. Veel op YouTube video's gekeken. En toen ben ik ook mijn eigen muziek gaan maken. En dat was vrij belangrijk voor, omdat ik natuurlijk met mijn eigen muziek, als ik dat online zet, dan konden mensen ook echt naar mijn muziek luisteren. En dat vond ik heel belangrijk. Dan word je op social media en online word je steeds bekender. En dan komt er in één keer een platenlabel of een boekingskantoor, belt je dan in één keer op. En dan begint het grote werk, zeg maar. Wil je dan ook zeggen dat je leven echt heel anders is geworden sinds je bij platenmaatschappijen bent? Denk het wel. Want het gaat allemaal gewoon echt heel snel ineens. En voor mij voelt het af en toe een beetje onwerkelijk. Sweet and sour. Veel mensen zeggen dan tegen me van wow, het is echt snel gegaan met mij. Dat is gewoon heel raar. Als je dan in één keer shows doet die zo vet zijn, waar je eigenlijk toen je klein was enorm van hebt zitten dromen. Het overkomt je en dat verwacht je nooit van tevoren. Het is een droom en die komt uit. En dat is een soort van te mooi om waar te zijn. En je kijkt, ik merk aan mezelf dat ik heel erg opkijk naar andere artiesten, terwijl je vroeger eigenlijk dat helemaal niet had. En nu kijk je weer op naar dingen die je weer wilt bereiken, terwijl je vroeger eigenlijk al blij was geweest met wat ik nu zou bereiken.